De naam blijft nog even wennen. Maar smartphones van Huawei worden steeds bekender. Met een aantal verbeteringen is de P8 Lite uit 2017 gewoon een heel goed toestel geworden. Zeker voor zijn prijs. Wat meteen opvalt is het grote, heldere beeldscherm. En met zijn afgeronde hoeken kun je hem goed vasthouden. Hierdoor is het toestel makkelijk te bedienen. Wat ook opvallend is, is de vingerafdrukscanner op de achterkant. En dat is voor toestellen van deze prijs echt wel bijzonder. De nieuwe P8 Lite draait op het Android-besturingssysteem en is nog sneller geworden. Daardoor draait alles lekker soepel, ook als je graag spelletjes speelt. Opvallend is de 12 megapixel camera. Daarmee maak je mooie en heldere foto's. De camera-app zit ook vol met leuke opties. De selfie-camera heeft zelfs een beautyfilter die je nog mooier maakt. Ik ben benieuwd. Laten we kijken naar de ervaringen van mensen die de P8 Lite al op zak hebben. Ik wilde eens een keer iets anders proberen en ik vond deze er heel mooi uitzien. En bij de Consumentenbond zag ik dat hij als beste koop uit was gekomen. En dat heeft de doorslag gegeven. Bij het kiezen van mijn abonnement was daar een aanbieding voor. Dat was wel aardig, de specs, dus ik dacht, nou, prima. Ik zeg Huawei, ik heb geen idee of het correct is. Huawei? Ik denk de grootte van het scherm is voor mij perfect, vind ik. Hij heeft een lekker groot scherm en hij maakt betere foto's dan ik had verwacht. Verder is het gewoon een hele goede telefoon. Nu is die vol en dan gaat hij heel langzaam worden en zo. Ik heb af en toe dat het toetsenbord een beetje vreemd doet. Hij heeft een vingerafdrukscanner, maar die werkt bij mij niet altijd even goed. Dus daarom gebruik ik hem eigenlijk ook niet. Aanrader. Nou, tot nu toe ben ik niet ontevreden. Ja, is wel gewoon een fijne telefoon. Ik heb het aangeraden aan mijn moeder, die gebruikt hem ook. Nou, dat is een prima telefoon, kun je wel een tijdje mee vooruit. Een heel goed alternatief voor duurdere telefoons. Het is een prima telefoon voor weinig geld. Met de P8 Lite krijg je veel voor wat je betaalt. De accu had iets beter gekund, maar het is een mooi toestel en doet eigenlijk alles wat je van een smartphone mag verwachten. Op telfer.nl vind je nog meer informatie.